mensen houden van fijne publieke ruimtes. Openbare ruimtes zijn namelijk van iedereen. Daar zijn we vrij, daar zijn we gelijk. Daar ontmoeten we elkaar. Daar worden we burgers. Daar wordt onze gemeenschap gevormd. Het internet is verworden tot één grote private commerciële ruimte. Daarom wordt het hoog tijd dat we gaan bedenken hoe we in tijden van digitalisering het publieke karakter van de fysieke ruimte kunnen behouden en die van de virtuele ruimte kunnen versterken.